Kijk, hij zit hier op de Exora. Dat is onze fantastische atlasvlinder. En de atlasvlinder is niet zomaar een vlinder, het is de grootste ter wereld. Je kan vlinders niet zomaar oppakken. En helemaal niet dit soort grote exemplaren. Bij deze vlindertuin in het Noord-Hollandse Waarland fladderen er nu maar liefst 7 rond. En dat is uniek. Zie je dat? Pootjes, het lijfje. De vlinders komen uit de Filipijnen, dus worden als pop worden ze vervoerd. We kunnen ze, als het mee zit, 1 keer per jaar kunnen we ze inkopen. En je weet nooit wanneer de poppen uitkomen. En we hebben mazzel, ze zijn net met de herfstvakantie zijn ze uitgekomen. Krijgt u hem er goed op, mevrouw? Ja, ja, is fantastisch. Dit is de grootste ter wereld, heb ik gehoord. We zijn speciaal gekomen voor deze, ja. We zijn blij dat we vandaag eventjes mogen kijken. En ja, vooral de kinderen vinden het fantastisch. Dus, Ja, vind je het mooi? Ja, ik vind die vlinder heel mooi. Ik vind hem gewoon heel vet en mooi. Kijk maar. Ik vind het geweldig. Ik wist eigenlijk, ik woon in de kop van Noord-Holland, weet er weinig vanaf. Maar werd meegenomen door mijn dochter en ik loop hier te genieten. Ik zet hem bij de andere atlasvlinders neer, bij de mannetjes. En dan hoop ik dat ze vannacht gaan paren. Hij leeft maar 5 tot 10 dagen. Hij leeft maar 5 tot 10 dagen, dat klopt. Ja. In die tijd moeten ze zich kunnen voortplanten. Ja, ja, dus we hebben echt inderdaad een mannetje en een vrouwtje nodig. En dan hopen we inderdaad dat ze zich hier bij ons in de vlindertuin ook kunnen voortplanten. Want ja, dat is natuurlijk wat we willen.